zijn hier met de Infamous, Louis. Hoe gaat het? Lekker man. Gezien de beweging is goed gegaan. Ik sta er lekker voor. Ik heb mijn dingen gedaan zoals een professional wat ik moest doen. En morgen ga ik cilinderen. In het verleden heb je voor Infusion gevochten. Ja. Voor welke nog meer? World Fighting League. Oké, dan WFL. Ja. En dit is eigenlijk dan de derde organisatie. De derde grootste in Nederland. En, dus wat hij bekend wil maken is dat ik in alle organisaties wereldkampioen ben geweest. En Glory gaat ook gebeuren. Dat is wat hij duidelijk wil maken. Dus twee van de drie heb je al binnen? Twee van de drie heb ik al binnen en binnenkort wil het gewoon drie van de drie, klaar. Heel duidelijk. Wat moeten mensen over jou weten? Mensen die jou niet kennen, je bent een echte Feyenoorde. Ja toch. Dat betekent dat heel veel mensen je lief zullen hebben, maar ook een aantal zullen niet zo met je hebben no, twintig, in deze kant. ik ken er helaas niet veel aan. maar morgen ben je weer in je eigen stad. Wat gaat dat beloven? Wat het gaat beloven is vuurwerk man. Vuurwerk van de hoogste plat, mijn hoofd is heet, je weet zelf. Ik heb er lang op gewacht, weet je. Naar mijn mening heeft het te lang geduurd dat ik hier weer sta. Veel te lang geduurd. Maar dat ga ik morgen gewoon goed zetten. Ga ik morgen laten zien waarom Glory in mijn mening iets te lang heeft geduurd. Snap je? Waarom jullie in mijn mening een fout hebben gemaakt. Wat veel eerder moet gebeuren. Dus Louis Tavares gaat dingen rechtzetten. Juist. Laat dat duidelijk zijn. Ja, zeker weten. En ik hoop dat jullie morgen ook kunnen intunen. Daarnaast hebben we natuurlijk altijd een special. Ja. We hebben gewoon een tag challenge. Ja. En het moment dat je Louis Tavares gaat volgen en Fight Press gaat volgen, op zijn account moet je 5 mensen taggen. Dan kunnen jullie wat winnen. Jullie kunnen wat winnen. En dat is, ik ga handschoenen weggeven. Mijn eigen handschoenen ga ik weggeven, gesigneerd. Ik ga hem ook signeren. En daarbij doe ik ook een shirt. Shirt erbij. Dus jullie weten wat jullie te wachten staan, man. Dus dat betekent Louis en Famous Tavares volgen. Sowieso. Fightpress volgen. Ja. En dan 5 mensen taggen op zijn account. Ja. En dan gaan we de winnaar gaan we gewoon zo snel mogelijk bekendmaken. En misschien dat hij hem zelf komt brengen. Of je mag hem zelf komen ophalen. Maakt niet uit. Misschien nog met een training erbij. Je weet maar nooit. Alles is mogelijk bij Fightpress. Sowieso.